De theaters staan in de startblokken, zo ook het Trefpunt in Warmond. En om daarover te vertellen, het nieuwe theaterseizoen, is hier aangeschoven Caroline Santoniek. Van harte welkom. Fijn dat je er bent. We zien jullie, ja, theater, het Trefpunt logo. Ja. Ja, daar word ik heel blij van. Ik word daar ook blij van, want we gaan weer open. Ja, precies. En meer mensen bij elkaar. En dat kan alweer. In ieder geval bij jullie. Ja. Jullie zijn druk bezig geweest het nieuwe theaterseizoen. Ja, we zijn eigenlijk druk gebleven. Oh, gebleven. Zijn jullie niet in de winterstand gegaan? De stilstand? Nee, want er was heel veel af te handelen door het vorige seizoen. En we hebben ons nieuwe seizoen geprogrammeerd. En ja, we hebben natuurlijk groen licht gekregen onlangs door de landelijke persconferentie. Dat we op 1,5 meter ons maximaal aantal bezoekers mogen ontvangen. Dat zijn er bij ons 70. En we duimen dat er half augustus de 1,5 meter regel wordt opgeheven. Want dan kunnen we open naar maximaal 230 bezoekers. Ja. We gaan dus, jullie gaan dus het doek weer ophalen. Zeker. En daar vraag ik je om een stukje te lezen waar ik heel warm van werd. Op jullie site te vinden. Ja. Het was altijd al mooi, die rode loper, dat geroezemoes voor de voorstelling. Het geluid van stemmende muziekinstrumenten, het licht, het kolkende applaus. De feestvreugde bij een festival, dat ongrijpbare, dat je alleen live ervaart. Wat hebben we het gemist? Nou, ja, dat hebben we zeker gemist. En dat is een onderdeel van de campagne Mooier dan ooit, waar wij ook zijn aangehaakt. Want de musea, de festivals en de theaters gaan weer open of zijn deels open. En ik heb begrepen dat bij de meeste theaters het zo is dat het langzaam uitgerold wordt. Hè? Per keer wordt een beetje gekeken. Iedere keer bij een wat meer mag verandert. Dus wat nu uitverkocht kan zijn, kan over een maand niet meer uitverkocht zijn. Ja, dat klopt. We zijn toen we half juni dat te horen kregen, begonnen met te zeggen, we gooien september en oktober de kaartverkoop open. Maar we hebben echt afgelopen week besloten, wij doen dat tot en met december. Want we hebben er wel vertrouwen in dat die, in ieder geval 70 bezoekers op 1,5 meter, dat wel zal blijven kunnen. En dan doen we het tweede deel van het seizoen, zullen we later openen. Maar ik zie dat ook theaters om ons heen voorzichtig zijn nog. Ja. Want je kunt wel zeggen, ik boek nu alle voorstellingen tot het maximaal aantal bezoekers. Maar moet dat worden teruggedraaid, dan hebben de mensen heel veel werk met het terugboeken van kaarten, betalingen, vragen, wil je het laten staan, wil je doorschuiven. Je ziet ook dat ons seizoen is eigenlijk voller dan ooit. Niet alleen mooier dan ooit, maar hoe voller kan dat dan ooit. Dan? Hoe kan dat nou, dan? Er zijn van het vorige seizoen toch een aantal voorstellingen gecanceld omdat de theaters dicht moesten. Ofwel omdat de artiest zei, wij willen niet voor een kleiner aantal mensen spelen, bijvoorbeeld meerdere keren op een avond. Want dat hebben we ook nog geprobeerd. Ja, ja. Zo van, joh, dan om 7 uur en 9 uur, een uur. Maar niet elke voorstelling kan natuurlijk ingedikt worden tot een uur. Heb je een liedjesprogramma, is dat misschien makkelijker dan wanneer je een toneelvoorstelling hebt. Dan is het toch wel moeilijk om te zeggen, hak er maar een half uur van af. Nee, dat kan niet. Dus we hebben voorstellingen die nu terugkomen vanuit het vorige seizoen. We zijn echt heel blij dat Karin Bloemen dan nu toch ook weer kans heeft gezien. Ook van haar hebben we een plaatje. Het is dat dat mensen toch hebben gezegd, nou, we komen terug. Mensen zijn ook artiesten en ook blij om weer te kunnen optreden. En en daarnaast boeken we ook nieuwe voorstellingen en hebben we ook minder gevestigde namen. Ik vind dat eigenlijk altijd de kracht van het Trefpunt. Joke Bruis, Sjaak Bral, Karin Bloemen, die namen kennen we. Ja, Vuijn Huigelaar. Het is al geweldig dat ze bij jullie zelfs in een betrekkelijk klein theater toch wel komen. Ja, Sjaak Bral is echt, die komt altijd terug. Dat is ook enig, die hoort inmiddels bij ons meubilair. Maar wat is juist die wat onbekendere namen? Wat kun je daarover vertellen? Nou, dat vind ik dan toch vaak beginnende cabaretiers of de cabaretiers uit het middensegment. Het is misschien niet zo vriendelijk om te zeggen voor hen. Maar Kees van Amstel, Marcel Harteveld, dat zijn minder gevestigde namen. En het is ook leuk om hen een kans te geven. En je ziet dat zij ook graag het podium op de kleinere theaters graag pakken. Om ook hun voorstelling te try-outen, te zien wat kunnen we nog schaven. En we hebben altijd wel dit jaar het Leids Cabaret Festival, maar we hebben ook Amsterdam Kleinkunstfestival. Daar heb je natuurlijk echt het nieuwe talent. En daar doen we altijd graag aan hun finalistentournee. Daar doen we graag aan mee. Mm-hmm. Dus, maar zetten ze meer voorstellingen al dan vorig seizoen? Ja, we hebben nu 26 voorstellingen.
dat zijn er dus 3 per maand zo gemiddeld. En dat hebben we eigenlijk nooit. We hebben eigenlijk altijd 2 per maand. Want we zijn voor de regio. Maar daarnaast zijn er natuurlijk in de omtrek best ook andere theaters. Noordwijk, natuurlijk Leiden dichtbij. Het Onderdak. Het Lisse, Onderdak, zeker. Floralis, ja. Ja, dus ja, daar moet je dan natuurlijk ook naar kijken. En dat is ook een taak van onze inkoop en de impresariaat. Om te kijken dat je niet met een korte tijd ertussen in Leiden eenzelfde voorstelling hebt staan als bij ons. Want dan heb je last van elkaar. Het kan goed uitpakken dat je, het was uitverkocht, we kunnen daar nog heen. Ja. En je ziet dat mensen die een bepaalde artiest volgen ook denken, oh, dan ga ik ook lekker naar het Trefpunt. Want het is toch een andere sfeer dan een grote schouwburg. Het is dichter op de artiest, gemoedelijker, ja, misschien minder formeel. Ja. Je hebt de kans om daarna een artiest, die komt vaak toch ook de foyer in. En dat vind ik minder vaak voorkomend bij grote theaters. Dus het is, ja, het heeft allebei wat. Het heeft dus wel een charme, vind ik ook, klein. Ja. Inderdaad, weet je, ze zitten dichter op. Het is intiemer vaak. Ja. Ja. En zeker met die beperkende aantal bezoekers. Ja. Het is natuurlijk in het begin raar geweest dat je zo ver uit elkaar zat. Maar het was ook wel iets, het gaf een ander sfeertje en een aparte band ook. Ik weet dat Wim Daniels optrad en zocht daardoor ook veel meer contact met het publiek. En ja, je staat dus toch met z'n tweeën te doen, zowel de bezoeker als de artiest. Het is altijd iets wat je samen doet. En wat ik natuurlijk ook net voorlas, dat stukje wat je gaf. Er is niks anders vergelijkbaar met een live theaterervaring. Het is eenmalig, ook als je het 50 keer eenzelfde voorstelling speelt. Het is elke avond toch iets anders. Het is eenmalig, kleinschalig en vaak talig. Dus ja, het is met niks te vergelijken. Dus we merken ook dat mensen het heel erg gemist hebben. En je zag ook de momenten dat we bijvoorbeeld 2 voorstellingen op een avond speelden. Dat steeds uitverkocht was. Mensen wilden wel. Mm-hmm. Maakte niet uit of ze met een mondkapje naar de stoel moesten en handen desinfecteren en de jas mee, want er waren natuurlijk echt andere regels. Mm-hmm. En dat gaat langzaamaan, wordt dat losgelaten. Mm-hmm. Dus ja. Maar ik hoor ook van mensen dat ze die afstand uiteindelijk ook heel fijn vinden tussen elkaar. Je zou bijna zeggen, ja, het is natuurlijk niet, levert veel minder op. Maar mensen ervaren dat als toch wel heel prettig, hè? Ik bedoel, nou, het geeft een gevoel van veiligheid in de tijd dat er nog zoveel onveiligheid was. Er zijn natuurlijk nu meer vaccinaties. Het aantal besmettingen loopt terug, ondanks nieuwe varianten. Ja, het geeft misschien mensen ook een gevoel van, ik zit met mijn eigen bubbel bij deze voorstelling. En nou, de ander is in ieder geval op 2 armlengtes van mij af. En dat geeft een gevoel van veiligheid. Maar dat is uiteindelijk niet te handhaven, waarschijnlijk. Nee. Houden, want dan krijgen de theaters te weinig, toch? Nou, nee, ik heb ook wel gedacht van, oh jongens, gaan we dat redden? En we zijn eruit gekomen. Maar ja, je hebt afspraken gemaakt met artiesten. En het is niet zo, omdat er coronapandemie is, dat je dan ineens kan zeggen, oh, de afspraak gaat niet door. Die afspraak blijft staan. Het was natuurlijk een hele nieuwe situatie. En met heel veel mensen is dat gewoon eigenlijk goed opgelost door of te zeggen meerdere keren op een avond of door te schuiven naar het volgend seizoen. En ja, dat was voor iedereen nieuw. Dus zijn we goed uitgekomen, vind ik. Ja, de artiesten, hoe reageerden die? Nou, voor de artiesten was het ontzettend moeilijk. In eerste instantie mocht er natuurlijk helemaal niks. En je ziet dat er ook online veel initiatieven zijn geweest door concerten op afstand. Maar dat was dan niet zozeer bij ons. Maar daar hebben we onze bezoekers wel op geattendeerd via de nieuwsbrief van, goh, dit moment staat die en die artiest nog niet bij ons. Maar u kunt wel de livestream dan en dan van die artiest volgen. Hebben jullie iets digitaal gedaan? Niet wij zelf. We hebben doorgezet als artiesten iets deden. Ja. Maar dat kon eigenlijk niet. We hebben niet mensen bij ons gehad die hebben opgetreden. We hebben het daarover gehad, maar dat was eigenlijk niet een verzoek vanuit de artiesten. We hebben het wel geboden om hen ook toch aan het werk te houden. Mm-hmm. Maar ik vond ook dat de artiesten gezien de omstandigheden flexibel zijn geweest. Oké, dan kom ik 2 voorstellingen doen van een uur en okay. Ja, we hebben dat toch 4 keer voor elkaar gekregen. En dat vraagt ook flexibiliteit van de artiest. Dus daar zijn we ook blij mee geweest. Ja, ja. En voor hen goed geweest dat ze toch aan de slag hebben kunnen blijven. Ja, ja, ze staan te trappelen natuurlijk. Ja. Je ziet dat wij zijn in de zomer natuurlijk gesloten. Maar je ziet dat heel veel dingen in het land gewoon, dan maar nu in de zomer. Want ik heb nu zo lang niet gespeeld. Ja. Dus
Dus jullie doen in deze zomer ook wel voorstellingen? Wanneer begin... Nee, wij beginnen in september. Jullie beginnen in september, echt het theaterseizoen. Ja. En kunnen mensen wel nu al kaartjes kopen? Ja, dat kan online. En dat kan dus vanaf voor de voorstellingen van september tot en met december. En op een later tijdstip zullen we zeggen wanneer dan de tweede helft januari tot en met mei in de voorverkoop gaat. Maar nee, dat kan zeker. En de voorstellingen worden dus nu verkocht tot een maximaal aantal bezoekers wat binnen mag. En het kan dus zijn dat je denkt, Karin Bloemen is nu uitverkocht. Maar gaan de regels versoepelen, dan zijn er natuurlijk ineens extra kaarten. Dus dat moet iemand zelf in de gaten houden. Nou, dat kun je op onze website zien. Maar het beste is natuurlijk gewoon om je daar dan op de nieuwsbrief te abonneren. Okay. Want dan hoor je dat meteen. Dan krijg je dat toegestuurd. Ja, krijg je toegestuurd. Nou heeft de muze een beetje lopen verbouwen in die stille tijd. Hebben jullie nog iets aan het theater veranderd? Nee, beetje opgeknapt, extra schoongemaakt. Extra schoongemaakt wel. Afgestoft, kasten ingeruimd, netjes gearchiveerd. Ja, dat wel. Ik was het even vergeten. Maar je probeert wel iets te doen. Weet je, nieuwe gordijntjes maken, nieuwe tafelkleedjes. Nou, maar en voor de rest was het toch wel stil. En iedereen was wel... Kijk, een brochure moet... De afspraken met artiesten moeten gewoon gemaakt worden. Dat loopt door. De brochure moest geschreven worden. Herschreven. Ja. Hergeschreven. Want er veranderen veel dingen. Dus je moet... Het heeft veel flexibiliteit gevraagd van alle theaters. Ja. En ook van de bezoekers. Weet je, als jij rekent, ik ga dan en dan naar een voorstelling en er komt een alternatief. Of de voorstelling gaat niet door en wordt verplaatst. Of er komt een kortere voorstelling. Dat heeft van iedereen wat gevraagd. Maar ik heb er weinig gemor over gehoord eigenlijk. En het publiek is dus heel gul en heel begripvol. Ja. En gunt de artiest het podium. En heeft daar ook wel wat voor over. Hè? Ja, dat is toch zeker. Fijn? Ik vind dat tenminste heel fijn. Jazeker. Maar er is een gezamenlijke website. Mooier dan ooit. Daar kun je theaterprijzen winnen. Hoe gaat dat in zijn werk? Dat kan ik niet precies waardoor zeggen. Waardoor de voorpret van je volgende theateravond mooier wordt dan ooit. Oei, daar moet ik het antwoord eigenlijk schuldig dus blijven. Dus daar moeten mensen zelf uit gaan zoeken. Ja, jullie hebben er wel bij aangesloten. Nou ja, je haakt daar als theater op aan. Zodat wie de website van Mooier dan ooit bezoekt, kan zeggen, ik zoek in die regio of provincie voorstellingen. En dan rollen wij onder andere daar ook uit. Maar wij gaan niet over de prijzen en de prijsvragen. Okay, dat is iets wat vanuit hen gaat. Maar het was een landelijk initiatief met frontman Albert Verlinde om te zeggen, cultuursector, wij zijn er nog. En we wachten met smart tot het doek open gaat. Het is open gegaan. Was dat al? Hebben we het alles gehad? Wil je nog een oproep doen? Camera's van jou? Ja, wie nu al denkt, ik wil er vanaf september en de maanden daarna bij zijn, vervoeg je via de website theaterhettreffpunt.nl en bestel gulkaarten voor jezelf, maar misschien ook om weer met iemand te kunnen gaan. Lekker naar theater. Ja. We verheugen ons er allemaal heel erg op. Nee, ik wens jullie met z'n allen daar in Warmond, een heel mooi theaterseizoen 2021. 22 alweer. Ja, zeker. Dank dat we er mochten zijn. Ja.